thuis na 11-0. Ja, dat is even een lekker potje zo tussendoor. Ja, tussendoor. Alleen, net voordat we de camera aanzetten, zeggen we tegen elkaar, weet je, je voetbalwist als je kan. Veel energie erin. Ja, en dat je er 11 scoort, ja, je maakt veel kansen af. Oh, misschien laat je ook nog een paar kansen liggen. Ik vind het altijd een beetje lastig, hè? Want natuurlijk, jullie verdienen een groot compliment. Maar ik vond de tegenstander vandaag ook onthutsend zwak. Of was dat jullie verdienst? Nou, de tegenstander die heeft een paar hele goede voetballers. En daar moeten ze van hebben. Nou, die hebben goed uitgeschakeld, denk ik. En op een gegeven moment laat ze het hangen. Ik bedoel, je maakt de goals. Hè? De eerste kansen die je krijgt, die maak je wel af. Ja, zij gaan met 4-0 de rust in. Nou, in de rust zeggen ze tegen elkaar, hartstikke mooi, je maakt een geintje. Maar je weet ook, als ze eentje scoren, dan blijft het weer zo'n half wedstrijd. Nou ja, we gaan gewoon door. Ik bedoel, de keeper maakt een fout en nog een balletje. Tikken ze er allemaal in. Dus ik vind het ook de verdienste van ons. Ja. En je kreeg natuurlijk ook lekker die ruimte nu. En dan is het ook prettig dat hij gewoon heel snel scoort, hè? Ja, je krijgt de ruimte omdat je ook slimmer loopt. Meer met z'n allen voor de bal doet. En ook op een gegeven moment tweede helft, laatste half uur. Spelers stappen er bij hun uit. Op een gegeven moment staan er 10, staan er 9 man in het veld. Er zijn zelfs een paar momenten dat we het eigenlijk nog beter moeten doen. Dat we gewoon ook, er mag geen één meer vrijstaan. Er mag geen één keer van hun, mag iemand de bal 2 keer raken. Maar aan de andere kant, het is 9-0. Nou ja, dan maak je er nog 2. Ja, bij de rust is het 4-0. Een grote klasse vind ik dan van jullie dat je de tweede helft goed doorgaat. Want ja, heel vaak zie je in dit soort wedstrijden dat het de tweede helft dan vaak minder is. Ja, dat is een cliché, hè? Dat je inderdaad de tweede helft minder gaat voetballen. Maar we gaan gewoon door. En het belangrijkste is, hè, vorige week hebben we het over conditioneel aspect. Maar we leggen er gewoon te weinig energie in vorige week. Die we er nou wel in leggen. Ook aan de bal vooral. We gaan meer doen om vrij te lopen. En we helpen elkaar. En we gaan ook wel eens een keer op elkaar voeteren als een keer wat misgaat. Volle bak erop. Je noemt het even het conditionele aspect dat vorige week werd genoemd. Heb ik het dan totaal helemaal verkeerd gezien? Nou ja, verkeerd gezien. Kijk, je moet altijd van je eigen persoonlijkheid gaan, vind ik, als voetballer. En als je conditioneel iets minder bent, dan doe je misschien wat minder. En dat gaat opvallen. Terwijl je juist wat meer moet gaan doen. Ook in een wedstrijd natuurlijk, ook conditie opbouwen. Dus niet alleen door de week. Maar in een wedstrijd moet je er ook vol voor gaan. Ook in de 95e minuut, want hij liet even doorgaan. Dan moet je er vol voor gaan. Nou, dat deden jullie. Wat ook goed om te zien was natuurlijk van de breedte van de selectie. Saroni Vreeling, Jesse de Haas, we begonnen vandaag op de bank. Ja, dat zegt wel iets. Ja, nee, ik vind het hartstikke goed. Ik bedoel, Brian Diphoorn, die op rechtsback, ja, die kan er gewoon prima voetballen vorig jaar. En niet alles gevolgd, maar heeft er ook veel meters gemaakt volgens mij. Ja, dat is prima. Ik bedoel, iedereen moet het kunnen doen. Geert die een plekje naar voren schuift, die wat meer diepgang kan creëren. Dus goed. Vooraf werd er gesproken van een hele belangrijke wedstrijd natuurlijk. Want ja, dit is toch wel een beetje een cruciaal duel in de zin van aanhaken of afhaken. Nou, het is aanhaken geworden. Ja, dat klopt. We wouden de 3 punten wouden we hier houden. De aansluiting pakken met de bovenkant. Nou, ik weet niet wat de andere uitslagen zijn. Dat zullen we zo meteen bekijken. Maar een FDS vorig jaar 1-0 en 1-0. Ja, nu 11-0. Ik bedoel, het is ook wel een tegenstander waar je zelf van winnen. Want dat is de kampioen natuurlijk. En in de aanloop naar de wedstrijd tegen Hollandse Veld ook een mooie opsteken. Hollandse Veld verliest vandaag. Ja, jullie hebben evenveel punten. Ja, dat belooft een prachtig duel te worden volgende week. Ja, sowieso een derby. Hè. Ik ben zelf geen Hoogeveener, maar zo voel ik hem wel. En van Hollandse Veld moet je willen winnen. En daarna is nog een feestje, geloof ik, daar. Nou ja, goed, pak die 3 punten en vier het feest daar lekker. Ja, je zegt het al, zelf heb je er geen ervaring mee natuurlijk. Maar je merkt wel dat het in de groep wel over gesproken wordt. Ja, ik bedoel Hollandse Veld. Ja, het ligt ernaast. Het is een team waar we van denken, hoe pakken die zoveel punten? Maar goed, dat doen ze niet voor niks. Wij moeten volgende week de messen weer slijpen en daar weer volle bak spelen. Dan moet het goed komen. Die 3 punten moeten naar ons toe. Als je vergelijkt, hè, met je periode bij ZZVV en dan het niveau van derde klasse nu. Grote verschillen? Nou, het was toen de tweede klas, maar wij zaten onderin. En goed, wat we toen hadden was misschien net wat minder brede selectie. We scoren de balletjes niet. Ja, nou goed, het voorbeeld vandaag is overduidelijk, we scoren ze wel. En we hebben een selectie die elkaar wel waagt. Hè, dat er iemand een keer uitvalt, dat er iemand anders invalt. Ja, dat is goed, dat moeten we hebben. Ja, want 5 wedstrijden op rij ongeslagen. Tegen niet de minste ploegen, denk ik, als zoals we het nu kunnen inschatten. Nee, dat klopt. En in die 5 wedstrijden heb je ook een keer geluk gehad, heb je een keer pech gehad. Misschien had je 2 van de 3 gelijke spelen had je misschien wel moeten pakken. Maar ja, goed, dat is niet zo. Maar nu pak je hem wel en dat is goed.